welkom bij de tweede 300ste uitzending van Perry Nieuws. En we gaan het hebben over Anne Frank. Dus ingenieur Perry, want ingenieur heb jij verkregen door studie, nietwaar? Ja, klopt. Ja, dus want je hebt gestudeerd in wherever? Wageningen. Wageningen. Hoeveel van die plaatsen in de wereld zijn er eigenlijk die Wageningen heten? Eén. Ik denk het niet. Volgens mij is er een Wageningen in de Verenigde Staten. Oh. En is er een Wageningen in Australië. Hmm. Dus er zijn er meer, maar je hebt gestudeerd in op de, hoe heet dat tegenwoordig? Nou, tegenwoordig heet dat de WUR. De WUR, de Wageningen University and Research heet dat dan, geloof ik. Ja, tegenwoordig is dat helemaal seksporno geworden. Ja, maar wat heeft dat nou met Anne Frank te maken? Nou, niks, want jij vroeg waar ik... Nou, oké, maar goed. Laten we dan in ieder geval elkaars... hoe moet ik dat noemen? Niet elkaars... Dat ik in ieder geval weet dat jij een universitaire opleiding hebt gehad. Laat ik het zo zeggen. Jouw competenties. Hè, dat was het woord waar ik naar op zoek was. Ja, ja. En jij weet ook, hè, ondanks dat jij mij laatstelijk van mijn universitaire titels hebt mijn universitaire titels hebt ontnomen. Ja. Ja, want ik had ze gegeven, dus als ik iets geef, mag ik het altijd weer terugnemen. Nee, maar dat betekent eigenlijk in eerste instantie dat je denkt dat ik bepaalde competenties heb. Ja. En ik denk uiteindelijk niet, ondanks dat je me die titels hebt ontnomen, dat je niet denkt dat ik in competentie achteruit gegaan ben. Nee, ik vond dat die titels bedrukkend waren. Je hebt er ook een beetje over geklaagd. En dan denk ik, ja, waarom ook niet? Want je bent gewoon Marco en ik ben gewoon Perry. Precies, dat is uiteindelijk waar. Het zijn gewoon twee zakken moleculen. Wij stammen af van de bosonen of jij van de muonen? Ik stam af... waar ik vanaf stam, dat weet ik niet. Waarschijnlijk van andere mensen. Want uiteindelijk, wat ons verbindt als mensen, is dat we uiteindelijk allemaal uit een, misschien niet hetzelfde gat zijn gekomen, maar eenzelfde soort gat zijn gekomen. Met een zwart gat, zeg maar. Maar gewoon even terug naar Anne Frank. Naar Anne Frank, ja, want dit is wel een beetje... Anne Frank, haar naam mag je gewoon noemen, hè? Ja, nee, maar ik heb ook een Anne Frank museum, dus... Maar kun je dat vorige stukje even weglaten? Want ik vond het wel een beetje disrespect voor Anne Frank, weet je wel. Ja, want Anne Frank, hoe zat dat nou eigenlijk ook alweer? Ja, precies. En, dat moet je aan mij vragen. Waarom ik een Anne Frank, hoe zat het ook alweer? Leg uit. Oké, het ging als volgt. Ik ging een lange wandeling maken in Amstelveen. En na afloop, ik was daar met een vrouw. Gewoon een vrouw, hè? Gewoon een wandelpartner. Hè? En dan kregen we nog eten. En boven op de boekenkast lag een boek. Een dik boek. Dat kan zomaar gebeuren op een boekenkast. Ja, alleen alle andere boeken die stonden rechtop. En dat ene boek lag plat bovenop de kast. Dus ik vond het gelijk, denk ik, wat ligt daar? En ik pak dat boek. Heb je een vraag? Ja, ik heb een vraag. Was dat de geheime sleutel? Het was de aanleiding voor die uitzending. Ah ja. Dus ik pak dat boek van de bovenkant van die boekenkast af. En de titel was De Dagboeken van Anne Frank. Want dat we het over Anne Frank hebben, is toch eigenlijk omdat
ja, dat die Duitsers als als verontschuldiging een trein willen noemen naar Anne Frank. Ik snap de logica niet van de vraag. Ik weet niet wat de vraag is die je nu bedoelt. Nou, dat die Duitsers die willen een trein noemen. Of die wilde, dat gaan ze nu niet meer doen, want ze zijn tegengehouden, de internationale gemeenschap. Dat ga je niet doen. Nee, ik bedoel, je gaat niet een ruimteschip noemen naar Anne Frank. En in ieder geval is zeker geen trein. Nee, want ja, je weet hoe ze aan haar dood kwam. Ja? Via de Deutsche Reichsbahn. Wat is je vraag? Oh ja. Dus wat gaan we doen met Anne Frank? Gaan we haar vernoemen naar treinen? Nee, ik denk het niet. Oké, okay, wat is je vraag? Ja, dat is een goede want vraag. Want ik stap heel goed, hè? Als je begint over Anne Frank, dan gaat iedereen weghollen als de eerste beste kakkerlak die het licht aan ziet gaan. Want niemand wil weten wat hier aan de hand was. Iedereen denkt van, nou, als je de stront niet ruikt, dan is er geen stront, hoor. Iedereen zit met een chloroform. Je mag het gewoon niet hebben over het leed. Oké, dan kom ik met een goede vraag. En wat is dat dan in haar geval werkelijk gebeurd? Hoe is zij in een hoe noem je dat, een concentratiekamp terechtgekomen? Hoe is zij doodgegaan? Hoe is dat allemaal gebeurd met haar? Dat wilde ik ook graag weten. Dus ik pakte dat boek van boven op de boekenkast van mijn tante Til. En bladerde erin. En toen dacht ik, verschrikkelijk. Wat erg. En dat was een uitgave van de staatsuitgeverij. Ja, en heb je een vraag? Heb je een vraag of wil je interrumperen? Nee, ik heb een vraag. Uit welk jaar? Okidoki, you're gonna get me mad. Nee, ik stel ja, me nee, maar dan heb je nu gewoon. Dan krijg je dan nu wel, maak je me boos. Ik ga hem even zoeken. Waarom zou je boos zijn als ik jou een vraag? Nee, maar dan ga ik nu dat boek pakken. Wat is dat nou? Denk je dat ik het boek niet heb? Nee, ik denk niet dat jij dat boek niet hebt. En als jij dat boek hebt, dan zul je dat boek wel hebben. Dat boek, ja. Huh? Also. Ah, je hebt mazzel, Marco. Ja? De Heilige Geest was met ons. Oh ja, met jou. Het eerste boek wat ik zag liggen, daar was het ook. Nee, maar de Heilige Geest is nooit met mij. Nee, behalve vandaag. Want jij wilde een antwoord op je vraag. Geen antwoord op je vraag? Natuurlijk wel. Ja, maar hij wilde met jou, omdat jij dan in ieder geval antwoord hebt. Ja, oké. Maar het is dus wel zo dat het dus het eerste boek was wat ik zag liggen in mijn de gang inliep. Jij vroeg naar het jaartal. Ja. Dat is 1986. 86. Volgende vraag. Apollo. Nee. Ho. Ik dacht dat jij wou zeggen van volgende onderwerp. Volgende vraag over Anne Frank. Want waarom heb ik die uitzendingen gemaakt? En waarom heb ik daar een rectificatie op gezet? En waarom gaan mensen over de hele wereld naar Amsterdam toe alleen maar om naar het Anne Frank huis te gaan? Ja, precies. Ik weet het. Weet je waarom? Anne Frank, die wordt door de staatsuitgeverij, dat is een Nederlandse organisatie van Nederland BV,
weggezet als een 13-jarige geile slet die het met iedereen wil doen. En of je zwanger wordt of niet, dat maakt niet uit. Ah, nee, kom op zeg. Geloof je me niet? Geloof je me niet? Ga jij zeggen dat de Anne Frank de hoer van de wereld is? Ja. De hoer van Babylon. Nou, dat wil ik niet zeggen. Dat vul je zelf nu even in. Maar moet ik de pagina erbij pakken? Ik heb dat helemaal uitgewerkt. Het staat hier echt in. Nee, maar Perry, jij weet toch dat als je tegen mij bepaalde dingen zegt, dan krijg je ze recht voor je bek terug, hoor. Oké, maar als ik jou dan ga voorlezen dan, wat ga je daarom op zeggen? En dan moet ik even kijken welke pagina dat was. Want het zijn nogal wat pagina's, hoor. Maar misschien kun je het beter toch over de Apollo hebben. Ja. Did we go to the moon? Ja, dat wordt de volgende. Daar stampen we even door. Maar we maken dit wel af. Wat is dat toch van onzin? Waar stond het ook weer? 572. Bij die advocaat had ik dit erbij gepakt en gezegd. En toen vroeg die advocaat nog, hoe kom je? Wat is dit dan? Ik zeg, dit is een staatsuitgeverij. Staatsuitgeverij? Ja. Dat is degene die jou in leven houdt. Ja, ik vind Marianne Vaatstra al moeilijk om het over te hebben. Aha. Laat staan aan de flank. Maar laat het dan nog gewoon even over de Apollo hebben. Dan hebben we het even. Zijn we even vanaf. Oké, maar nu komt hij, ja? Dit is op pagina 523, hè? Zij, dus volgens het officiële verhaal, heeft Anne Frank 3 dagboeken geschreven. Dagboek eentje tegen Kitty. Wat zit je me in te vullen? Oh nee, wacht even. Ja, sorry, ik probeer te helpen. Eentje heet A, die andere heet B en de laatste heet C. Hè? En dan hebben we hier pagina 523. En dan in dagboek B staat niks. Ja? In dagboek C staat. Dat is niet zo heel vet. Het slaat niet ergens op. Maar in dagboek A, dan wordt het heel leuk. En dat is ook het enige wat in deze uitgave van de staatsuitgeverij onderlijnd is. Met een streepje onder de letters. Om te laten zien dat het hierover gaat. Want voor de rest, je mag het boek van mij inkijken. Je mag het niet lenen, want dan krijg ik het niet terug. Hè? Dan ben ik mijn bewijsmateriaal kwijt. Maar de enige alinea. Perry, dat weet je van mij. Als je mij iets leent, krijg je het nooit terug. Precies. Oké. Dan ga ik voorlezen en dan mag jij op reageren. En dan ga je niet praten tegen mij, maar tegen de staatsuitgeverij die dit gepubliceerd heeft, onderstreept. Als de belangrijkste uitspraak van Anne M. Frank. Ik lees voor. Liefde. Wat is liefde? Ik geloof dat liefde iets is wat eigenlijk geen woorden kan hebben. Liefde is iemand anders, is iemand begrijpen, van iemand houden, geluk en ongeluk met hem delen. En daarbij hoort op de duur ook de lichamelijke liefde. Je hebt wat gedeeld, iets weggegeven en iets ontvangen. En of je dan getrouwd of ongetrouwd bent, of een kind krijgt of niet, of je eer weg is, dat komt er allemaal niet op aan. Als je maar weet dat er voor je hele verdere leven iemand naast je staat die je begrijpt en die je met niemand hoeft te delen. Uitroepteken. I rest my case. Nou ja, goed. Als je daarin wil geloven, is dat hartstikke goed. Maar ik ben dat al lang. Dat vind je van de staatsuitgeverij? De staatsuitgeverij gelooft hierin. En dat vind je hartstikke goed. De staatsuitgeverij. Dit is de staatsuitgeverij die dit gepubliceerd heeft. Dit zijn de 3 dagboeken van Anne M. Frank.
En wanneer hebben ze dat... Waarom heeft Anne en nee, Frank... Nee, maar, sorry, mag ik nog even een vraag stellen? Want ik kom erop, ja. Interview. Wanneer hebben zij dit... Hebben ze haar die vraag gesteld? Dit is gepubliceerd in 1986 op basis van de dagboeken van Anne M. Frank. Oké, en wanneer zijn die geschreven? Ja, ze is overleden in... Dus dit is... Ja, het is gepubliceerd... Wat zit je me nou voor vragen te stellen? Anne M. Frank is overleden aan de tyfus, volgens dit verhaal, ergens in de buurt van Auschwitz. Nou, niet in de buurt van Auschwitz. Oh, nee? Nee, nee, dat was veel dichterbij eigenlijk. Maar ja, ze is wel een tyfus overleden. Ja, en het jaartal, dat doet er helemaal niet toe. Het gaat er mij om dat dit het enige, de enige alinea die onze staatsuitgeverij onderstreept, was de alinea die ik er net heb opgelezen. En dat vind ik een regelrechte, vieze, vuile strik om het te onderlijnen. En in het ene dagboek stond het wel en in het andere dagboek was van die dag niks te zeggen. En het derde dagboek stond wat anders over meneer Vandaan ging weg. Punt. En dat, wie heeft het ook alweer geëdit, dat boek? Wie heeft dat... Is dit 20 questions of zo? Nee, wie heeft dat script geschreven? Wie een heeft heel zo... team van mensen. Dat daar waren tientallen mensen bij betrokken. Ja, I know. En dat geloof jij natuurlijk niet, want dan ben je een samensweringstheorist. En jij gelooft gewoon in de toevalligheidstheorie dat Anne Frank heeft inderdaad drie dagboeken bijgehouden. En op de ene dag schreef ze in de ene en de andere schreef ze in de andere. En de ene dag kwam dokter Goldstein op bezoek en de andere dag was het dokter Sieberberg. En dus, dat kan heel makkelijk, want je bent een dagboek aan het bijhouden. Dus dan maak je af en toe een vergipsing, zeker als je de drie tegelijkertijd doet. Ik vind het echt dat mensen zich bewust moeten worden van en dat waar? De leugen niet geldt. Mag ik u even interromperen, want ik heb weer een vraag voor u. Waar heeft de vader van Anne Frank ingegrepen? Wat ik eruit opmaak, uit de publicaties, dat is oppervlakkig onderzoek. Ik heb nooit onderzoek gedaan naar Otto Frank, de vader van Anne M. Frank. Heb ik niet echt gedaan. Ik heb het sterke vermoeden dat die man geen controle had over de publicaties van dat dagboek. Hij is toch gewoon de controle verloren. En het ene dagboek stond in het Frans en het andere dagboek stond in het Duits en het volgende in het Engels. En toen werden ze allemaal vertaald in het Nederlands en toen bleek er helemaal geen meuk van te kloppen. Zijn kleine smeetje had alles in het Hollandisch vertaald. Ja. Ik begrijp de logica, ik begrijp de opmerking niet en ik begrijp ook niet wat het een vraag is. Nee, ik weet ook verder niet wat ik erover nog moet zeggen over Anne Frank. In ieder geval is wat het zo. Wat heb jij van geleerd? Nee, maar in ieder geval is het zo dat je er geen trein naar gaat noemen. Dat doe je toch niet? Dat kan je toch wel zien. Ja. Dat is eigenlijk enige wat ik over Anne Frank, want dat is in het nieuws tegenwoordig. Van Anne Frank, waardoor is ze in het nieuws gekomen tegenwoordig weer? Omdat een stomme Duitser wilde een trein naar haar noemen. Een katholiek natuurlijk. En iemand anders had daar problemen mee. We gaan over naar de Apollo. Dan gaan we lachen. Maar even wat er aan de hand is. Je hebt die katholieken, die globalisten, die Babyloniërs, die meuk van de nieuwe wereldorde. En die hebben altijd een zondebok nodig. En ze gebruiken het Joodse volk als zondebok. Terwijl die mensen nooit iets fout gedaan hebben. Niet vergeleken. Sorry. Nee, ja, dan kan je wel een beetje de torloop uithangen. Ik moet er even over. Ho, ho, ho. Mensen zijn hier nog nooit iets verkeerd gedaan. Hè? Niet echt als volk. Er zijn ook oorlogen geweest. Ga toch weg. Nee, nu zit je echt lullig te doen. Dat moet je niet doen. Ja, de allerliefste mensen ter wereld.
Het zijn echt de allerliefste mensen ter wereld. Jij verward. Jij hebt geen respect. Je hebt geen waardering voor de kracht van die Babyloniërs. Voor die antichrist. Oh, ja. En die gebruiken die Joden als... Die schuiven ze vooruit. Oh, dus die Joden worden dus ook nog eens een keertje misbruikt. Door Satan. Ja, precies. Ja, oké. En dat is zo. Anne Frank. Anne Frank is daar een goed voorbeeld van. Oh, jij hoort nu niet te lachen. Nee, ik lach mij goed. Jij weet namelijk van... Jij hebt dat dagboek niet gelezen. Je hebt die uitzending ook niet bekeken. In je onwetendheid kan je hol gaan lachen. Maar nee, hol lachen is niet... Oké, maar jij mag de afsluiting doen. Dan gaan we nu vrolijk doen. Ja. Nee, maar Perry, we zouden het hebben over de Apollo. Ja, maar dat is de volgende uitzending, ja. Oh, dan hebben we Anne Frank afgesloten. Ik denk dat jij er genoeg van hebt om geconfronteerd te worden met dit soort verschrikkelijkheid. Want er zijn wel degelijk allerlei Joodse mensen hun bezittingen afgenomen. Er zijn alle hoeken van de kamer hebben ze die mensen laten zien. En waarom? Omdat ze zich vasthielden aan de wet en de profeten? Weet je, ik zou je zeggen dat ik dit... Zeker niet ontken dat wat jij zegt waar is. He, dat mensen die onteigend zijn alleen maar omdat ze een bepaalde bevolkingsgroep aanhoorden. Omdat ze lid waren van een bepaalde bevolkingsgroep. Zo moet ik eigenlijk zeggen. En dat is natuurlijk nooit terecht. En dat waren voornamelijk Joden en Christenen. In de Tweede Wereldoorlog wel. Oh, sorry hoor. Ja, nee. Dat is niet waar. In de Tweede Wereldoorlog werden vooral die Joden, ja, omdat die schilderijen hadden in hun kamers, dat is die, ook niet waar. Veel geld waard waren. Nee. Het ging die meneer Hitler vooral om... Arme Joden. Ja. Die wilden die uitroeien. Ja. Alleen maar rijke Joden, daar wilden die mee samenwerken. Ja. Ja. Want Hitler werkte voor de paus en de paus heeft een liefde voor geld. En die houdt gewoon van geld. Ja. Ja, maar dat is ook wel goed dat je dat zo zegt. Ja. Want er zijn een hoop mensen die zeggen van dat het nog veel erger is dan dat. Maar wat dan? Oké, ja. Doe je afsluiting. Dan gaan we over naar 300C. Dat is leuk, man. Dat wordt een hele mooie. Nee, maar uiteindelijk is het wel goed dat die trein niet Anne Frank heet. Dat vind ik toch een beetje een raar ding. Hè, dat je een trein Anne Frank noemt. En die moet van Amsterdam naar Polen rijden. Om het maar zo te zeggen. Maar lijkt me geen goed idee. Ik vind dat mensen zich moeten bekommeren de geschriften. Echt een beetje kloppende geschriften. Dus niet zo'n requisitor als Henk J. Maus heeft geschreven over Mianne Vaastra. En ook niet die bagger die de staatsuitgeverij gepubliceerd heeft over de dagboeken van Anne Frank, die best het volstaan met leugens, alsof er nooit wat gebeurd is met die Joden, want dat is de onderhuidse boodschap die erin zit. Want iemand die dat gewoon leest, die denkt, ah man, er is nooit wat gebeurd, de meisje was gewoon geil. Weet je, nu gaan we... Maar nu gaan we lachen. Jij gaat de afsluiting doen, ik tel af voor de afsluiting. 0-1. Ja, mensen, jullie hebben het alweer gehoord. We zijn het nooit eens met elkaar. En dat betekent dat we altijd onze eigen afweging moeten maken voordat wij in slaap vallen. Dus bij deze, welterusten. Ja, en ik zeg dan tjus en dag lieverds.